Heel gezellig. Edwin Wiekens. Ik hoor een gesprek op de radio tussen Marcel Kadersmaat en zijn vader Dick. Marcel was op jonge leeftijd al gepassioneerd door illusionisten en bouwde een stoel met een verdwijnluik, een doek eroverheen en vroeg een vriendje op te gaan zitten om een illusie echt uit te voeren. Omdat het niet helemaal werkte, stoorde zijn vader heel erg en die is zich dan ook met elkaar bemoeid. Waardoor ze zijn gaan samenwerken, zijn vader technisch onderlegd, die bouwt illusies voor zijn zoon. En Lil zie je nu op het scherm. Met deze act zijn ze wereldkampioen geworden. Ik maak een reportage over goochelaars en illusionisten. Met de titel Passie voor illusie. Het wordt een fotoboek. Mijn fascinatie komt uit voort uit het feit dat het een vak is waar geen goochelschool voor bestaat. Met succes van afstuderen en garantie van inkomsten en dergelijke. Je ziet dus ook dat mensen heel veel zelf voor doen om hun vak uit te kunnen oefenen. Dus ze werken heel hard mee, ouders werken mee, familie werkt mee. En er gebeurt veel meer dan alleen maar glitter en glamour wat je zou verwachten. Sterker nog, glitter en glamour dat is voor weinigen weggelegd. Ik werk in dit project samen met zeven uiteenlopende artiesten. Drie daarvan werken zeer professioneel. En twee die zijn half professioneel met een bijbaan erbij en de andere twee zijn nog zeer zoekende. De tegenstelling vind ik interessant voor het boek om te laten zien van waar het toe kan leiden en wat succes kan zijn en hoe het er ook uit kan zien. Je ziet nu een voorbeeld van wat de koffer van het boek kan gaan worden plus een stukje van de inhoud. Daarvoor zijn ook interviews afgenomen. Dat heb ik gevraagd aan Edine Wijnands, collega van BN De Stem. En zij heeft gesprekken gevoerd met als rode draad het thema passie, vanzelfsprekend. Ik wil graag een quote voorlezen uit het interview. Maar dat doe ik niet voordat de volgende slide pas aankomt, dus die moet ik nog even invullen. Je ziet hier een Jo de Rijk, dit is een Belgische artiest, die vlak voor aanvang van dat de mensen, in zijn geval een kindertheater, dat ze binnenkomen, nog even ook bekijkt of alles in goede orde staat. Gezellige kleine stoeltjes in een krakkemikkig Belgisch schooltje. Dit is Quintus, de Paarse goochelaar met zijn vader. Zijn vader was goochelaar. Zijn nieuwe ex oefende zijn vader op hun thuis uit. Ademloos keek ik toe hoe een munt door de tafel liet verdwijnen. Ik snapte het niet, zegt hij. Hoe doe je dat? Vroeg hij mijn vader. Vader boog ze naar voren en zei, kunnen jullie geheim bewaren? Ja, dat konden wij. Ik ook, zegt de vader. Quintus die gaat met zijn zelfgemaakte goochelkist vol spulletjes op reis. Hij gaat met opa voor, oefent een trucje op het station. Af en toe dan krijgt hij aanspraak en soms een kopje koffie als beloning. Het leven van een artiest. Dit is wederom Jo de Rijk. Die had een zeer goed lopend bedrijf. Met personeel die voor hem op pad ging en personeel die de techniek deed. Zijn spullen sjouwen, maar de crisis heeft hem nogal te pakken gehad en nu moet hij alles in zijn eentje doen. We houden hem overigens niet om het te blijven doen, want hij heeft wel degelijk passie voor zijn illusie. Mark Woods, die vertelde mij dat je van tevoren niet altijd weet waar je terecht komt als je een klus hebt. En vertel me ook dat dit een van de grotere kleedkamers is die hij heeft gekregen. Het is eigenlijk een infinite toilet. Mark is veelzuchtgoochelaar en gaat bij mensen in restaurants, als je vraagt wil bij de tafel langs om een kleine act te doen of met de mensen zitten te wachten tussen de soep en het hoofdgerecht in. Sommigen vinden dat zeer amusant en vermakelijk. Anderen die wijzen het af. Dat is een ding wat u rekening moet houden. En daarnaast heeft hij dus een bedrijf in computeronderhoud om te kunnen doen wat hij doet. Een heel andere vorm is de vorm van illusionisten, waarbij er dus met grote props wordt gewerkt, kisten, vuurwerk en van alles en nog wat. Daar kom je niet weg met een bakje kaarten in je binnenzak, daar moet je dus echt voor een grote logistiek opbouwen. Maar ook deze mensen doen heel veel zelf. Hier zie je een stagehand in de coulissen klaarstaan om een geheime kist het podium op te duwen en voor de volgende verdwijning, verschijning of hoe het maar ook mag zijn.
Dit zijn overigens de illusionisten Winfried en Angelique. Ooit in de Uri Geller Show gezeten. En dan heb je nog Rob en Emiel. Dat zijn twee hele aparte figuren op zichzelf, die van een heel ander kaliber. Ze zijn naast goede goochelaars, hebben ze ook een theatershow en ze zijn veel commerciëler ingesteld dan andere artiesten eigenlijk. Zij organiseren seminars, zij doen theaterdiners, onlangs ook in de Avenue geweest hier overigens. Cabaret-shows organiseren ze. En ik vind het vooral hun heel interessant voor het boek en het verhaal en de tegenstelling tussen de zeven. Omdat zij een commerciële insteek hebben en een brug weg te slaan tussen het bedrijfsleven en de goochelarij. Dus ze verdwijnen niet alleen maar in hun eigen ambitie. Ze staan wel af en toe discussie onder de beroepsgroep omdat ze dingen doen die eigenlijk niet kunnen en die we niet begrijpen. Men is daar sceptisch over. Een gevleugelde uitspraak als reactie erop van Rob is, en die ga ik even opzoeken en voorlezen. Wij doen dingen die we hebben geleerd en een aantal dingen kan je niet leren. Daar kan je dus ook mee wegkomen. Marcel en Dick tot slot backstage aan het overleggen. Grote illusie staat op de voorgrond. Hun inzet en motivatie is onvoorwaardelijk voor de passie voor de illusie. Met als beloning het euforische gevoel van een geslaagde avond. Waarbij mensen met een goed gevoel of een beduveld gevoel naar huis gaan. Conclusie, passie voor de illusie. Voor mij is passie voor fotografie. Het boek vormgegeven door Janneke van der Wiegelaar, student, ex-student van Sint Joost. Tekst door Edith Wijnands was gezet. Zal in september uitkomen. Crowdfunding, wou ik nog iets over zeggen? Of was wel crowdfunding? Ik heb gemeld voor. We doen een crowdfunding. En ik heb een aantal mooie kaarten straks te verdelen. Dat is een voorinschrijving voor het boek die dan uitgekomen. Ik dank voor de aandacht. Dank je. Het is mooi, ik stuur de sprekers altijd van tevoren een briefing, omdat ze niks mogen verkopen op het podium, behalve in de laatste slide. Dat heb je heel goed gedaan. Ja, ik moet het.